Welkom bij Maatwerk, toekomstscenario's voor lokaal bestuur en democratie. Lieve dames, heren, anderen, de tijden veranderen, want dat doen tijden nu eenmaal, en onze democratie verandert mee, ook in de gemeente. Althans, dat is de bedoeling. Want, lieve mensen, als wij niet mee evolueren, komen wij vast te zitten. Vast, zoals een stuk papier in de printer. Dat hoe je je best ook doet, er maar niet uitgeraakt. En dan probeer je al die lades te openen, vind je er niks van, scheurt dat papier ook nog af en dan snap je dat de hele printerindustrie zich puur voedt met onze wanhoop en frustratie. Het is net zoals wasmachines en sokken. Waar blijven die sokken? Wat is er aan de hand met deze wereld? U ziet, democratie moet meebewegen. De gemeenten, u dus, staan voor grote opgaves. Denk aan decentralisatie van sociaal en fysiek domein. Aan energietransitie, regionalisering, digitalisering. En met z'n allen zoeken wij naar nieuwe vormen van lokale democratie en bestuur om die uitdagingen aan te gaan. En dat vraagt natuurlijk om maatwerk. Want is het niet raar dat Almere op dezelfde manier bestuurd wordt als, ik zeg maar iets, Hardingsveld-Giessendam? In Maatwerk verkennen wij toekomstbeelden, nieuwe bestuursvormen en spannende ideeën voor de democratie. En wees gerust, wij gaan nu geen waarheid door uw strot rammen. Hè? Er is immers geen één waarheid of één manier om democratische vernieuwing en vakmanschap op lokaal niveau toe te passen. Bij elk vraagstuk past er weer een ander democratisch proces. Bij elke doel en elke doelgroep zijn er weer verschillende mogelijke instrumenten. Dus de vraag is vooral, wat heeft u nodig in uw gemeente? Mijn naam is Lucas de Man en u had het vast nog niet gehoord, maar ik kom dus uit België. Ja, ik dacht, ik zeg het gewoon maar, want ik heb geen accent, dus u kunt het ook niet horen. Hè? Amai zeg. Ik ga samen met u op zoek naar de toekomst van lokaal bestuur. En dat in de geest van de grote Johan Rudolf Thorbecke. In deze aflevering gaan we het hebben over democratische schaal. Schaal. In Nederland kan je namelijk vertegenwoordigers kiezen op 4 bestuurlijke schaalniveaus. Gemeente, provincies, de waterschappen, die u wel kent van die verkiezingen waarbij het hele land in mini mutte met mijn Gerrit uitdoet, en het Rutte. Ik bedoel, het Rijk. Dat klinkt reuze overzichtelijk. De gemeenten doen hun ding, de provincies doen een iets groter, algemener ding. Het Rijk hakt de allergrootste knopen door en de waterschappen die schappen water, denk ik. Onze samenleving verandert natuurlijk continu. Hè? Onze gemeenten groeien en fuseren en daardoor ziet de boel er om de zoveel tijd helemaal anders uit. In 1814 had je bijvoorbeeld ruim 1200 gemeenten in Nederland. En in 2013 waren dat er nog maar 400. Nu zitten we al aan de 355. Als onze gemeentes in dit tempo blijven fuseren, hebben we in 2050 nog maar 1 gemeente over. En die noemen we dan Patricia. Nee, Antoine, niet Patricia Paai, hè? Patricia, zoals vaderland in het Latijn. Nu, niet dat Patricia er ooit gaat komen, maar feit is dat er al die fusies hebben plaatsgevonden. En er dus steeds minder, maar wel grotere gemeentes zijn gekomen. Hoe was dat voor u? Zat u eerst in Eilst, dat toen de gemeente Wimbritsradeel werd en nu werd u in de supergemeente Zuid-Friesland met meer dan 80 dorpen en kernen? Het kan niet makkelijk geweest zijn. Door er zijn mensen minder het Slotermeer in gelopen. En ondertussen wil de burger steeds meer invloed, want zo zijn ze. En zijn door decentralisatie veel taken op het bord van de gemeentes terechtgekomen, wat op zich ook goed is. Ik bedoel, dan kan je het dichter bij de burger organiseren, schaalverkleining. Maar het heeft ook weer geleid tot allemaal vormen van regionale samenwerking. Die dan weer meer op afstand van de burger gebeuren. En dus schaalvergroting is. Doe, zit nu maar een keer in de gemeenteraad. Lijkt me niet makkelijk. De vraag is, wat betekenen deze trends voor de manier waarop je als gemeente de dingen aanpakt? En hoe doe je dat een beetje democratisch? Op kleine schaal in de buurt en de wijken en de dorpen. En op grotere schaal. Hoe voorkom je als gemeenteraad dat er kwesties in het regionale democratie-doucheputje verdwijnen? Nou wel, verdwijnen kwesties ooit echt in dat putje? Nee, of vormen die kwesties daar een vieze, natte, harige klomp die daar weer met je vingers eruit moet trekken en dat je dan denkt van, tja, van wie zijn die kwesties? Want mijn kwesties zijn niet blond.
Nou, vandaag gaan we kijken naar de mogelijkheden om de dingen democratisch te regelen op zowel buurt, wijk als regioniveau. Want dat democratische, dat schiet er soms nog eens wel bij in. Oh. Nu eerst naar Groningen. Groningen is een fantastische stad. Groningen is mijn stad. Onze stad. In Groningen is er namelijk iets heel interessants aan de hand. En nee, voor één keer zijn het niet aardbevingen. Het gaat mij om de Oosterparkwijk. Dat is de eerste wijk in Nederland met een coöperatieve wijkraad. In deze wijkraad beslissen 11 grote burgers uit de wijk samen met 6 raadsleden over alles wat er in die wijk gebeurt of moet gebeuren. Iedere bewoner heeft evenveel kans om ingeloot te worden. Het idee is, geef elkaar invloed en vertrouwen, laat mensen zelf beslissen over onderwerpen in de wijk en ga hierover met elkaar in gesprek. Nou, dan heb je die 11 grote burgers, daar rond zit dan nog een schil van 400 bewoners en die zijn ook geloot. Die vormen dan online een panel en zo kunnen ze meebeslissen en meedenken over de kwesties. Deze coöperatieve wijkraad heeft ook echt invloed. Want ze mag beslissingen nemen en ze gaat over het budget. Ah, dan kunnen ze van alles aanpakken. Parken, speelplekken, zorg, veiligheid, kunst, een frietkot, alles. De wijk bepaalt over de wijk. Iedere 2 jaar worden er nieuwe mensen geloot en de bewoners die geloot worden krijgen ook een vergoeding. Kijk, ik vind dit een interessant experiment. Want je neemt mensen serieus. Je geeft ze echte inspraak over dingen waar zij het meest van af weten, want ze wonen er namelijk. Blijkt trouwens ook uit de evaluatie hoe goed het werkt. De meeste wijkbewoners zijn zo enthousiast dat ze niet meer terug willen naar het oude systeem. Een ander mooi voorbeeld van kleine schaaldemocratie is de dorpsraad. Nu, in Nederland stikt het van de dorpsraden en ze zijn natuurlijk allemaal anders. Maar de meeste hebben één ding gemeen. Ze zijn vaak niet zo democratisch. Wel democratisch en zelfs interessant is die in Wellerlooi. Wellerlooi, bekend van het fiets- en voetgangersfeerpontje Wellerlooi-Blitterswijk. Dat per jaar 40.000 overzettingen doet. Dat is nog eens een veerpont, hè, jongen. Non de tjuze. Amai, miauwkes, Samson. Ja, Gertje. Naast deze gigantische toeristische trekpleister van de veerpont, heeft Wellerlooi ook een dorpsraad. Die neemt beslissingen, maar rond die raad zitten dan bewoners. En af en toe zegt de raad, stemmoment, en dan mogen de bewoners meestemmen over iets. Bijvoorbeeld over een nieuwe brug, wat trouwens niemand wilde, want... Hoe vet is die veerpont? Toch? Doet u ook zoiets al in uw gemeente? Hebben inwoners bij u ook al invloed op de zaken in hun directe leefomgeving? Op dorps- en wijkniveau? Of wordt elke wijk nog op dezelfde manier bestuurd? Van bovenaf door de gemeenteraad? Het is geen oordeel, hè? Ik vraag het gewoon. Veel taken worden natuurlijk niet op buurt- of wijkniveau georganiseerd, maar daarboven. Soms nog boven de gemeente zelfs, op regionaal niveau. Klein democratisch knelpuntje hier is dat er op deze schaal helemaal geen democratisch orgaan bestaat. De mensen die die kwesties moeten oplossen zijn niet direct democratisch verkozen. Kijk, en als die kwesties nu een keer nikszeggend zouden zijn, dan zou je kunnen zeggen, oké, prima, laat maar in dat doucheputje verdwijnen. Vissen we later er wel weer uit. Maar we hebben het hier over zaken als energie. Veiligheid, jeugdzorg en wat niet al. In totaal gaat meer dan 30% van de lokale budgetten naar die regionale verbanden. Dat is 30% waar de burger niks over te zeggen heeft. Is dat niet raar, vraagt u mij? Maar natuurlijk is dat raar. Kan dat niet anders, Lucas? Natuurlijk kan dat anders. En daarvoor moeten we naar de Verenigde Staten van Amerika. De Verenigde Staten van Amerika, want daar kennen ze heel veel van dit soort besturen. Die heten Independent Special Districts. Ik noem ze INSPIDI. Die gaan telkens over één onderwerp, maar dat onderwerp kan van alles zijn. Ze hebben districten over bijvoorbeeld huisvesting, of onderwijs, of armoedebestrijding. En die districten zorgen ervoor dat men regionaal, gezamenlijk, één probleem aanpakt. In Amerika heb je meer dan 37.000 van die districten. En ze behandelen vaak één concreet probleem en voor de rest niks. Belangrijk is daar ook dat die besturen democratisch tot stand komen. Bijvoorbeeld dat ze vaak verkozen worden.
Zoals het hoort. Als je het over belangrijke zaken en grote budgetten wil hebben. Vind je niet? Dat zo hoort? Kom, laten we even teruggaan naar Nederland. Hier hebben we ook een regiobestuur. Alleen, niet tot weinig democratisch. De burger heeft geen idee wat, hoe, waar. Kan er ook niet op stemmen. En denkt, weet je wat, doe maar. En dat is een probleem. En natuurlijk, u probeert dat op te lossen. Want zo bent u. Maar we kunnen niet zeggen dat het al echt gelukt is. Nee. Er zijn her en der al wat hoopvolle voorbeelden. Bijvoorbeeld de Drechtsteden. Die hebben een Drechtraad. Dat is een algemeen bestuur dat bestaat uit 58 raadsleden van alle fracties van de 7 gemeenten. Proficiat voor de Drechtsteden. In Brabant wordt er nagedacht over een zogenaamde federatiegemeente, waarbij dan een aantal gemeenten samen een democratisch federatiebestuur gaan vormen. Denken is al iets, hè? Proficiat Brabant. In West-Overijssel hebben ze bedacht om de raadsleden, statenleden en algemeen bestuurders van waterschappen bij elkaar te zetten. En dat zijn allemaal democratisch gekozen bestuurders die dan samen de energietransitie moeten regelen. Het is een soort regionale werkgroep voor volksvertegenwoordigers. Een soort superteam. Voor Nederland uniek experiment. En ze hebben het genoemd RASAP. Het is een soort Avengers eigenlijk. Maar dan zonder superkrachten, zonder leuke pakjes en met een vreselijk moeilijk uit te spreken naam. Eigenlijk de slechtste filmpitch ooit, maar goed. Hè? Dit is de politiek en de politiek is het niet voor jou vermaak, toch Henk? Oké. Het is allemaal nog niet echt ideaal. Het is nog niet echt democratisch, maar men doet zijn best. Nu, voor ik u verlaat, wil ik even terug naar de waterschappen. Want eigenlijk is dat natuurlijk het beste voorbeeld van democratisch regiobestuur dat wij hebben. Maar waar ik daar straks een beetje grappen over maakte, is het wel de waarheid. Geen hond weet wat die waterschappen doen. Toch, Samson? Wat doen die waterpappen dan, Lucas? Het is waterschappen, Samson. Hond. Punt is, we gaan elke 4 jaar naar de stembus voor die waterschappen, maar de meeste mensen hebben geen idee waarop ze stemmen. Ze doen maar wat. Ine mine mutte, 10 pond grutte, 10 pond kaas. Ine mine mutte is de baas. En dat is eigenlijk best tragisch, toch? Want is het niet juist een heel handig instrument, zo'n democratisch regiobestuur? Gebruik zoiets nou voor dingen die de bewoners direct aangaan. Dingen waar ze graag invloed op willen hebben. Bijvoorbeeld energietransitie. Of jeugdzorg. Dingen waar mensen echt over mee kunnen praten. Dan heeft zo'n verkiezing plotseling heel veel zin. En dan hoef je niet per se via verkiezingen te doen. Je kan democratie op veel manieren regelen. Het gaat over deliberatie, zeggenschap, inclusie, transparantie, checks en balances. Als je dat op regionaal niveau beter organiseert, ontstaat er ook meer draagvlak, meer vertrouwen en meer betrokkenheid. Zodat niet 30% van de lokale zak met geld in een non-democratisch putje verdwijnt. Toch? En ik weet het, hè. Het is lastig om samenwerkingsverbanden aan te gaan die voorbij gemeentegrenzen gaan. Want je kan je autonomie verliezen, bijvoorbeeld. Maar zoals ik in het begin al zei, gemeenten groeien en fuseren. En door die decentralisatie moeten wij op zoek naar nieuwe manieren en nieuwe verbanden om zowel op dorps- en wijkniveau als op regionaal niveau democratischer te gaan werken. Toch? Als u daarover meer wil weten, klik dan hier. Voor nu, mijn naam is Lucas de Man en ik zie u graag bij een volgende maatwerk. Kom, Samson. Wij gaan op de waterschappen stemmen, hè? De waterpappen, Lucas? Nee, Samson, de waterschappen. De waterpappen, Lucas? Nee. Lieve mensen van de gemeentes, als u na het zien van deze filmpjes nu of heel geïnspireerd bent, of allemaal twijfels en vragen heeft, of u denkt van, ik wil wel, maar hoe? Don't worry, de VNG heeft een menukaart opgesteld voor zowel de beginners als degenen die al wat verder gevorderd zijn, als de experts en iedereen die iets heeft van, help mij dit uit te voeren, want ik wil op maat in mijn gemeente democratievernieuwing toepassen. Dus het enige dat u moet doen is, ga naar de website van de VNG, mail ze en dan komen ze langs. En zodat je iets lekkers hebt, want daar houden ze van.